Hallo iedereen, ik ben Mel Hartman van Mel's Wonderland blog en ik breng vandaag de recensie van Misplaatst, geschreven door Nel Zink. Kort gezegd, ik vind het een heel erg leuk, apart verhaal. Dat is in een notendop. Nu, waar gaat het over? Het gaat over Peggy en Lee voornamelijk. Peggy is een student aan de universiteit in de jaren 60. En ze is nogal een vrijgevochten, moderne vrouw met moderne opvattingen voor die tijd. En Lee is een professor poëzie en ook een relatief beroemde dichter. Nu, ze worden verliefd op elkaar, ondanks dat Peggy eigenlijk lesbisch is en Lee homoseksueel. Toch vallen ze als een blok voor elkaar en hebben ze een hele passionele tijd. Nu, die passionele tijd, heeft gevolgen, want Peggy wordt zwanger. En vanaf dan gaat het eigenlijk niet meer goed tussen Peggy en Lee. Ze trouwen wel, ze gaan samenwonen, maar in feite hebben ze niet echt een relatie meer. Niet een een huwelijksrelatie, toch niet. Het verhaal gaat over ontzettend veel. Vooral maatschappelijke kwesties zoals zoeken naar je eigen identiteit. Wat vind jij belangrijk in het leven? Homoseksualiteit passeert de revue uiteraard. Racisme, ook feminisme. Dus er gebeurt heel veel. Maar toch is het zo'n boek die echt lekker, losjes, ontspannen leest. Je kan hem gemakkelijk wegleggen, maar je pakt hem ook met plezier, met enorm veel plezier weer op. Het gaat dus eigenlijk echt over het leven van Lee en Peggy, maar dan doorheen de jaren 60, 70 en 80. Dus de schrijfster Nel Zink vertelt ook wat over die tijdsperiode. En dat is ook wel leuk. Over ook hoe de morele opvattingen in die tijd waren, wat er toen meer gebruikelijk was en zo meer. Het is een origineel verhaal, vind ik. In die zin dat de personages heel erg sterk en leuk uit de verf komen. Dat je het echt heel erg leuk vindt om ze te volgen. Ze hebben aparte karakters. Er gebeuren aparte dingen. Er zit ook wat humor in het boek. Dus ik denk dat zo'n boek is dat heel veel mensen heel leuk zullen vinden. Zo'n lekker wegleesboek voor nu, in de aankomende lente. Buiten op het terrasje te lezen. Dus ik zou zeggen, Misplaatst vind ik een hele leuke roman. Halen dus en lezen. Oké, dat was het. Tot de volgende review. Dag!